We hebben net twee verhalen gehoord deze ochtend al. Eén over robotisering, één over toepassing van magazijnautomatisering bij een logistieke dienstverlening. We gaan nu een niveautje hoger of we gaan op een andere manier naar warehousing kijken, meer vanuit een vastgoedbril. We hebben hier René Gooyen van Next Level. René heeft heel veel verstand van vastgoed, logistiek vastgoed. En hij heeft heel veel verstand van logistiek en supply chain management. Dus hij is denk ik de ideale persoon om dat bruggetje te maken. Dus ik ben heel benieuwd wat hij ons gaat vertellen. Nou, volgens mij doet hij het. René, aan jou het woord. Ja, dank Ham. Complimenten vooraf. Dat vind ik altijd heel gevaarlijk. Dan moet ik nog waar zien te maken. Dank dat jullie hier zijn. Leuk dat ik weer eens een keer op een podium mag lopen stuiteren. Ik heb het echt gemist. Dus, en ik vind het ook leuk om over het thema te praten waar ik daar over ga praten. Daar loop ik denk ondertussen 25 jaar in meerdere facetten rond. Heb als logistiek adviseur gewerkt. Heb als logistiek consultant binnen bedrijven gewerkt. Maar ook in de vastgoedontwikkeling. En het leuke is, als je gewoon kijkt naar supply chain en hoe de wereld zich een beetje ontwikkelt in onze wereld. Dan zit er een aantal grote hoofdlijnen in de dynamiek. Die uiteindelijk bepalen welke keuze je iedere dag maakt over waar zet ik een gebouw neer, hoe doe ik mijn operatie. En daar wil ik jullie eigenlijk door die hele trits ervaring mee heen trekken. En ik besef me dat ik gewoon 35 slides in pak een beetje 20 minuten erin ga jagen. Dus een bak informatie. Ik hoop dat jullie er wat mee doen, kunnen doen. En als er vragen zijn mag je me altijd achteraf even erop aanspreken. Voor wie werk ik? Ik werk voor Next Level. Een bedrijf in Nederland, een Nederlands bedrijf in logistiek vastgoed. Oorsprong 10 jaar geleden als spin-off van het vloerenbedrijf van Berlo uit Veghel. En 4 jaar geleden zijn we begonnen met een klein team vastgoed te ontwikkelen in Nederland. Voor Nederlandse bedrijven, waaronder Lidl, Friesland Campina, Refresco en nog een aantal andere. En we hebben in de afgelopen 4 jaar 500.000 meter aan gebouwen ontwikkeld. En van 5 hectare zitten we nu op 65 hectare grond. Waaronder bijvoorbeeld oude greenery terrein in Blijswijk, waar we nu gaan herontwikkelen. Leuke informatie voor als je vastgoed wil ontwikkelen. En als je op die plekken wil ontwikkelen, dan mag je me altijd bellen. Maar daar gaan we het nu even niet over hebben. Wat ik altijd hoor is, ja, wanneer moet ik nou gaan nadenken over een nieuw gebouw? We hebben op een gegeven moment een lijstje gemaakt van, ja, wat zijn nou dingen waar je tegenaan loopt? Hè? Dus het begint vaak in, ik heb te weinig plek, ben 10 magazijnen bijhuren. Daar moet ik in ieder geval langzaamaan over na gaan denken. Datzelfde geldt ook als productiviteit afneemt. Boven de 95% bezettingsgraad in het magazijn, dan begint het langzaamaan toch wel te knellen. In een proces. Als je kijkt naar business karakteristieken. Gaan we ineens in Duitsland leveren en wordt dat ineens de grootste markt? Ja, dan kan het zomaar zijn dat je center of gravity gaat schuiven. Allemaal dingen waar je tijdig moet gaan nadenken over hoe ga ik dan mijn proces oppakken. Of als ik nadenk over een stukje outsourcing en hoe ga ik met outsourcing om. Hoe pak je dat dan aan? Ik heb het geprobeerd even in 6 stappen plat te slaan. Dat helpt altijd in gedachtenvorming. En vaak begint het met stap 1 en 2 en dan ga je naar 6 toe. Dat is eigenlijk het meest logische met 1, 2, 3 tot en met 6. Dat is wel zo handig. Maar wij zitten eigenlijk in stap 3 tot en met 5. Dus dat is waar wij vaak aanhaken. Maar er zitten eigenlijk nog een aantal stappen voor. En die beginnen vaak met hoe kijk ik naar een logistiek concept. Stap 1. Hoe kom ik nou tot een concept? En dan zie ik heel veel mensen die zeggen, ja, leuk attractiepark. Mag een nieuw gebouw gaan neerzetten en dan... Ja, dan begint het heel enthousiast en dan op een gegeven moment, ja, maar wacht even, dan moet ik na gaan denken over bedrijfsstrategie. Dan moet ik na gaan denken over 15 jaar vooruit. Wat gaat dan met mijn bedrijfsvoering gebruiken? Waar gaan wij onze toegevoegde waarde in het bedrijf neerzetten? En als je dan in offline zit en je weet, de komende 10 jaar ga je naar online, ja, daar is nogal een impact voor hoe ik mijn magazijn ga opzetten. Ga ik dan inderdaad volledig gemechaniseerde rolcontainers naar buiten? Of is het over 10 jaar alleen nog maar pakjes naar buiten? En misschien wel 10 DC's in Europa om binnen 5 uur te kunnen leveren. Dat is wel een hele andere wereld. Dus al die elementen, daar begint het aan het begin heel erg leuk. En dan zie je mensen op een gegeven moment verzanden in, oké, wat is dan essentieel? En ja, ik zou zeggen, probeer vooral te kijken naar product en service. Wat ga ik de komende jaren in producten doen en wat wil ik aan dienstverlening neerzetten? Want al die elementen hebben gewoon keihard impact in hoeveel is je ruimtegebruik en waar zet ik het neer? Denk bijvoorbeeld aan... Als ik een hogere delivery reliability wil hebben en dichter bij de markt wil zitten, ja, dan heb ik waarschijnlijk meer magazijnen nodig. Dus kleinere meters, meer controle in het proces. En dus ook meer uitzetvloeren. Ga ik meer assortiment toevoegen? Ja, dat is heel erg leuk, maar dan heb ik waarschijnlijk meer mezzanines nodig, tussenvloertjes. En heb ik waarschijnlijk ook meer pikfront nodig.
Dan moet ik over andere dingen nadenken dan alleen maar stellingen en alles wat daarop lijkt. Dus je moet heel erg goed kijken wat zijn mijn business karakteristieken nu en vooral ook over 4, 5, 6, 7 jaar. Al die elementen hebben ook weer impact op locatieselectie. Als ik gewoon ga kijken naar bijvoorbeeld, ik ga veel meer in mass customization doen. Ja, dan weet ik, dan moet ik dat niet op 10 locaties gaan doen met 100.000 SKU's. Want dan is het gewoon niet te handelen. Dan kun je het ook die efficiëntie op een gegeven moment niet gaan halen. Dus al die elementen spelen daar mee. En uiteindelijk bepaalt dat je locatieselectie, je site requirements, je warehouse configuratie en ook vooral je office space. Ga ik een centraal hoofdkantoor maken met mijn hoop e-commerce erin. Ja, dan weet ik dat mijn kantine 10 keer zo groot moet zijn dan in een magazijn waar ik alleen maar pallets op sla. Dus dat zijn allemaal elementen die daarin meespelen. Tweede, wat heel erg belangrijk is, is kijken van hoe gaat mijn markt groeien. Ik ken genoeg bedrijven, volgens mij zitten er hier ook een aantal in de zaal. Zijn groot in Nederland, willen buitenland gaan groeien. Ja, er zijn meerdere strategieën om het buitenland te gaan. Maar één van de elementen is wel, als ik met ander assortiment of hetzelfde assortiment omga, zal alles in het Duits gelabeld moeten worden. Dan heb ik dus dubbel assortiment nodig. En moet ik het ook nog eens een keer in het buitenland zien te krijgen met een hoop transportkosten. Dus ook kijken naar wat gaat die vervoerstromen doen. En ja, wat voor impact heeft dat gewoon op het aantal SKU's waar ik in het magazijn heb. Allemaal dingen waar je in ieder geval rekening mee moet houden. En ook, wat is je designjaar? Want je kunt wel zeggen, ja, kijk 5 jaar vooruit en vervolgens ga je 10 jaar huren. Ja, als je na 5 jaar toch te weinig meters hebt, heb je toch een probleem. Moet je gaan verhuizen. En een gemiddelde verhuiskosten van 10.000 vierkante meter, recht toe recht aan, 5 ton. Dat is ongeveer een jaarhuur van die hal. Dus ook dat soort dingen, denk daar gewoon goed over na. Structuren. We zien heel veel verschillende structuren. Ik heb dit plaatje ooit een keer met collega's gemaakt. Waar we zeiden, oké, maar wacht even. Per sector zijn er ook verschillende structuren om delivery te doen. Medtech is vaak Europees georganiseerd. Centraal magazijn met hoge waarde. Ziekenhuizen worden vaak snel aangeleverd met korte levertijden, hoogwaardige producten. Zie je vaak gewoon centrale magazijnen met een aantal rapid fulfillment centra met lokale voorraad of consignment stock. Terwijl als je kijkt naar pharma, ja, het is bijna allemaal nationaal geregeld, nationale toelating van farmacie. Dus je kunt heel weinig over de grenzen samenwerken. Dus dan zie je dat die magazijnen vaak in één land zitten en daar ook een centrale bulk hebben. Tenzij je een Doc Morris hebt die dan toevallig online levert naar Duitsland, maar dat is vanuit Nederland. Maar dat is vaak zijn dat de uitzonderingen. Food and beverage, ja, het zit heel dicht tegen de markt. Steeds verder trouwens naar de markt, want ik denk dat iedereen steeds vaker de Jumbo DC'tjes in de regio ziet staan van 2000 vierkante meter. Dus je ziet steeds meer die opschuiving naar het laatste einde van de keten. Dus gewoon in die hele food and beverage wereld is echt wel een redelijke transformatie aan de gang van enerzijds direct leveren naar de consument, de Nespresso's van deze wereld, centraal magazijn en vandaar het gewoon een stuk fulfillment doen. Terwijl de retailers heel erg naar die custom intimacy hoek aan het duiken zijn. Is hoe kan ik eigenlijk een variant verzinnen die iets groter is dan een supermarkt. Maar waarmee wel een hele regio in één keer beleverd kan worden met een heel hoge service level. Dus ook daarin zie je dat die transformatie continu eigenlijk aan de gang is. Ja, een spare parts, dat hoef ik niet te zeggen. Die wil je zoveel mogelijk op één plek, want het beweegt niet het spul. De gemiddelde spare parts liggen met een stock inventory turn van 1 à 2 per jaar. Dan doe je dat goed. Liggen ze stil. Dus ja, daar wil je niet 25 plekken verspreid hebben, want dan hou je het overzicht niet. Ja, dus ook daarin geldt, iedere keten heeft zo zijn eigen keuzes en zijn eigen logica. Bovenliggend is ook, als ik alle same day delivery wil doen, Amazon roept dat wel altijd heel erg leuk, maar in Oost-Europa of in Zuid-Spanje, dan is het echt niet same day delivery. Omdat als je dat wil doen, dan heb je, ik weet niet hoeveel magazijnen, wil je de grote kern in Europa pakken, ja, dan heb je al 30, 40 magazijnpunten in Europa nodig. Ja, dus dan heb je denk ik 90% van de markt door te pakken, maar nog niet alles. Dus ook daarin geldt gewoon heel goed kijken. Van, het is leuk als mensen dingen roepen over service level. Want we willen overal iedere dag kunnen leveren. Maar hoe realistisch is dat dan? En is dat dan voor alle markten? Of is dat dan voor een deel van je markten? Of een beperkt deel van de markt? Ja, want het kan goed zijn dat je prima tevreden kunt zijn om alleen in het Ruhrgebied en in de Randstad. Nou, dat is fijn dat iemand test. Dit is een test. Dit is nou. Belangrijk voor de volgende mensen. Oké. En toen werd het stil. Nou, bijzonder. Maar goed, dat zijn wel zaken waar je denk ik wel rekening mee moet houden. Ook met je dimensionering van je magazijn. Wat is nou service level en challenge dat ook? Want heel veel partijen zeggen, ja, same day delivery overal in alle markten. Ja, als dat... Patrick Perrein. Nou, geeft die meneer een knal? Mooi.
Belangrijk denk ik even om dat gezegd te hebben. Automatisering, ook iets wat denk ik vandaag aan de lopende band voorbij komt. Automatisering is leuk, maar voor welk deel van de activiteiten ga je dat doen? Een productiemagazijn, een frietjesproducent in Tilburg, ja, die gaat mechaniseren aan de linkerkant, vooral in de palletwick. En een bol.com in Waalwijk, die gaat vooral in de itempick en de packing automatiseren. Daar zitten hele grote verschillen in. Iedereen maakt daarin zijn keuzes, afhankelijk van de keten in de stroom. En waar zit je verdienmodel in? Ja, we hebben ooit een keer vanuit warehousing. Wij hebben heel veel discussie met gemeentes over parkeerratio's. En hoeveel mensen komen er nou te werken? En hoeveel parkeerplaatsen moet je dan voorzien om de mensen te laten werken? En als je een e-commerce magazijn neerzet, ja, dan hou even een ratio aan van 15 medewerkers per 1000 vierkante meter. Dan pak even een Amazon-hal of een Zalando-hal, 100.000 meter. Ja, daar werken 1500 man. 2000, soms piektijden 2500 meter. Maar dat is wel waar je rekening mee moet houden. Bij een productiemagazijn is dat heel anders. Alleen, daar zit je met een 24-7 productie. Dus je business case, ook in automatisering, mechanisering of wat het ook is, is heel erg verschillend. En ik denk dat het altijd wel een leuke is om te benoemen is. En dat heb ik met een aantal mensen hier in de zaal. Erik, dank. Je kent het, denk ik, het plaatje nog wel. Hebben we ooit een keer een plaatje gemaakt waar we zeiden van, ja, oké, wacht even. Wanneer moet je überhaupt gaan automatiseren? Is het zinvol? En ik zie dat daar ook nog wel heel vaak, arbeidsmarkt is een ding. Maar bezemstelen kun je nog steeds niet makkelijk combineren met t-shirts en met potjes verf. Dat gaat niet in één automatiseringssysteem en dat is ook heel erg lastig. Dus ook daarin geldt heel goed kijken naar wat zijn karakteristieken. En als dat dan goed werkt, ja, dan kun je het ook gebruiken. Dus als je die roadmap wil hebben, Erik, je hebt hem zeker nog, hè? Ja, top. Ruimtebehoefte. Wat je ziet is, iedere ruimte in een magazijn heeft een behoefte nodig. Hè. En dat begint bij hele simpele dingen. Krijg ik alles met één vrachtwagen binnen één keer per dag? Of krijg ik wilde vaart, kunnen 10 vrachtwagens zijn en heb ik 10 dokdeuren nodig met een hele grote uitzetvloer erachter met allerlei uitzoekwerk? Hele belangrijke om over na te denken. Komt het gereguleerd of ongereguleerd aan? Allemaal dingen waar wat heel erg bepalend is voor de ruimtebehoefte achter je magazijn. Datzelfde ook, kan ik het eventueel met mijn shipping combineren, ja of nee? In de farm hoef je het niet te doen. Bij sommige logistieke processen wil je het juist weer wel doen. Dus ook daarin keuzes maken. Ook afhankelijk van storage en activiteiten, gewoon ruimtes gaan maken. En vergeet je kantoorfuncties niet. Wij zien echt heel vaak dat er niet meer naar wordt gedacht over, ja, we hebben een heel mooi magazijn, logistiek wordt alles efficiënt gedaan. En dan vergeten we dat we 1000 medewerkers hebben en dat die het ook comfortabel moeten hebben in de pauzes. En dat we ook een stukje comfort moeten hebben dat ergens toiletten worden voorzien in de hal op de juiste plekken. Want als die 1000 mensen allemaal al moeten gaan plassen en die moeten een kwartiertje langer lopen op een dag, ja, ik hoef productiviteitsgetallen niet uit te rekenen. Maar het zijn wel dingen die bij het ontwerp straks ook weer een heel groot element gaan worden. Locatieselectie. Dit lijkt een beetje op Valkenburg, denk ik, magazijn. Nee, alle gekheid. Dit zijn wel dingen. Kijk ook lange termijn van wat gaat de wereld doen. En de locatie die je kiest, is dan een risicogebied. We hebben ooit een keer discussie gehad. Buitenlandse investeerders vinden Rotterdam al langzaamaan een beetje risicovol als je daar aan het water gaat bouwen. Omdat er een potentieel flooding risk eens in 100 jaar is. En uiteindelijk, zij leggen vaak een hoop kapitaal op zo'n gebouw neer. En je zult ook zien dat financiering toch wel een wezenlijk element is straks om dat voor elkaar te krijgen van je gebouwsituatie als je gaat nieuw bouwen. In de regel, wat wij zien is, logistiek wordt neergezet waar klanten zitten, dus consumentenregio's. Ik heb even in dit geval een consumentenspend van Europa gepakt. Als voorbeeld, pak even het netwerk in Europa, TEN-T, dat is waar de Europese Commissie gewoon het geld tegenaan legt voor het aanleg van wegen, water, rail en alle verbindingen die erin zitten. En onderliggend daar liggen landposities. Nou, je zult zien dat als je in de regel kijkt op al die logistieke punten die hier op die TEN-T-kaart staan en waar ook grote consumentenregio's zijn, dat het op dit moment een flinke druk is om daar grondposities te vinden. Dat is waar wij in ieder geval naar kijken, maar ook al onze concurrenten en ook alle gebruikers. Ja, want uiteindelijk, die mensen willen allemaal zitten op plekken waar efficiënte transportstromen te maken zijn en waar dat ook uiteindelijk gewoon efficiënt logistiek te bedrijven is. En dan zul je zien als je kijkt naar Nederland, ja, waarom is het zo druk met onze logistiek vastgoed hier in Nederland? Een kwart van het containervolume komt binnen via de havens van Rotterdam en Antwerpen. Dus dan is het ook niet gek dat in dat gebied wat erachter zit, die delta, dat daar heel veel logistieke hallen staan. En afhankelijk van waar de focus op zit, zit je wat meer naar het achterland of wat meer tegen de haven aan.
En dan is het, ja, wat ik net zei, op dit moment echt de challenge voor grond. Ik denk dat als iemand hier bezig is met een bouwproject, of in ieder geval van plan is iets met bouw te gaan doen, dat hij daar tegenaan loopt. Vind maar eens goede grondposities. De overheid heeft in het laatste jaar redelijk weinig bedrijventerreinen in bestemming gebracht. Wat ons ook wel heeft genoodzaakt om vooral te investeren in brownfields. Dus we zijn 80% van alle gronden die we hebben, zijn gewoon oude industrieterreinen waar we gewoon een stukje revitalisering gaan doen. Is op zich een heel goed teken, omdat je daarmee wel de bebouwde omgeving weer beter probeert te maken. Er zitten ook wel vaak doorlooptijdsrisico's en aandachtspunten aan. Want ja, je hebt bestemmingsplannen waar je tegenaan loopt om hoogtes. Logistiek wil het liefst allemaal zo hoog mogelijk. En vroeger hadden ze dat niet helemaal in de gaten bij de regelgeving. Dus allemaal zaken waar je in de praktijk rekening mee moet houden. En dan heb je in zo'n gebied vooral ook dingen waar je naar moet kijken van, ja, heb ik dan een plek waar goede verbindingen zetten van mijn klanten met een transportstroom. Als ik veel in Frankrijk doe, dan zit ik liever in Tilburg dan in Venlo. Want daar zitten verbindingen veel meer richting die kant. Laat ik de trein naar China komen, kan ik zowel in Tilburg als in Venlo gaan zitten. Ja, want daar komen de treinen die uit allebei de gebieden komen. Dus al die elementen, denk daar gewoon ook bij je locatiekeuze goed over na. En ik hoor het hier met de automatisering natuurlijk ook steeds. Beschikbaarheid arbeidsmarkt is een dingetje. Daar kunnen we ook niet meer van weglopen. Gronden. Niet overal is het even stabiel in Nederland. Dus je kunt misschien heel goedkope grond krijgen. Maar hou er dan wel rekening mee dat er altijd een cadeautje onder de grond zit. Als je hier in de Randstad gaat, dan moet er minimaal 25 meter palen onder een gebouw in de meeste gevallen. Dus grond goedkoop kopen is vaak een lastige. En zeker in deze tijd echt een uitdaging. Risico's. Ik heb deze tabel net geüpdate, want vroeger had ik hier nog eens staan, pandemie komt niet zo heel vaak voor en is ook niet echt een risico. Ik weet niet of dat inschattingsrisico een beetje overdun is. Maar goed, ook weer temperatuur is ook weer een ding. Dus je ziet wel dat door de jaren heen ook weer andere aandachtspunten belangrijk zijn om rekening mee te houden. Overstromingsrisico neemt toe, brand neemt toe, heating neemt toe, verwarming neemt toe. Koeling in DC's begint steeds belangrijker te worden, zeker als je specifieke temperatuureisen hebt. Allemaal zaken die ook impact hebben op keuzes, waar ga ik zitten? En dan ga je een ontwerp van een gebouw maken. Wij vinden het dan altijd leuk om vooral mooie plaatjes te maken, maar we houden in de tussentijd ook allemaal rekening met hele basale dingen. Zit er asbest in? Zit er ellende in de grond? Stroom, kan ik stroom krijgen? Dat is tegenwoordig echt een bijzondere. We hebben nu weer een nieuw woord ontdekt wat de netbeheerders hebben bedacht. Dat heet netcongestie. En dat is een hele bijzondere in het terugleveren van zonne-energie. Wij willen heel graag zonnepanelen op de daken. We hebben 13 megawatt in Venlo erop gelegd, 40.000 panelen. Maar daar moet dan een middenspanningsstation voor aangelegd worden. En dan duurt het 2 jaar lang voordat je die zonnepanelen kunt aanleggen. Dus heel veel van DC-structuren die nu worden aangelegd, überhaupt in combinatie met zonnepanelen, is echt een uitdaging. Levertijden van überhaupt basisvoorzieningen, stroom, elektra, stroomgas. Je bent gewoon een jaar, 3/4 jaar op zijn minst onderweg als het niet 1,5 jaar kan opschuiven. Dus ook bij dit soort dingen, die kunnen echt een bottleneck zijn in een ontwikkeling van een nieuwbouw. En uiteindelijk heb je al je activiteiten in beeld en dan ga je plaatjes maken, ga je layout maken en wij vertalen dat dan weer door in een programma van eisen wat uiteindelijk gebouwd moet gaan worden. En dan gaan al deze mensen aan om dit soort plaatjes te maken. En uiteindelijk dat om te zetten in een bouwplan. Nou, hartstikke leuk. Kunnen echt dagen mee vullen. Echt ook mooie thema's om mee bezig te zijn. En dan een stuk duurzaamheid erbij pakken. Denk dat dat ook wel een ding is. En ik probeer altijd het verschil te maken tussen direct en indirecte duurzaamheid. Indirect is vaak, kan ik met de fiets naar het werk komen? Kan ik batterijen oplaadstations, busstationen? Dus gewoon echt een stukje indirecte duurzaamheid die wel zorgt voor een verbetering van het proces. En direct is, wat kan ik fysiek aan het gebouw aanpassen om het duurzamer te maken? En dan zit het vaak in goed nadenken, waar zit nou mijn energieverbruik? Ik heb ooit een keer, dat vond ik altijd, ja, dat was voor de tijd dat de motion sensors er waren. Met een bedrijf gesproken, die hadden toen oude systemen en die zetten gewoon een uur lang in de pauze gewoon het licht uit. Scheelde ze gewoon 10% op energierekening. Dus het zit vaak in hele simpele, basale dingen waar je gewoon moet kijken van waar zit mijn energieverbruik en hoe kan ik het verbeteren. Regulering, dit wordt ook steeds complexer. Wij zien vaak met TAPA, camerabeveiling, HACCP, food safe-achtige elementen. Het wordt steeds complexer.
Als wij tegenwoordig zonnepanelen op het dak willen leggen van een pand waar hele dure producten in liggen, dan moet het altijd al met steenwol op het dak. En dat betekent dat je ook je staalconstructie een stuk zwaarder moet gaan maken. Dus je kosten, boem, schieten meteen door het dak. Los van het feit dat de verzekeraar gaat lopen mouwen, dat het waarschijnlijk allemaal een beetje moeilijk te verzekeren blijkt. In ieder geval dingen waar een stuk complexiteit in zit. En dan hebben we een heel mooi plan en dan moet er in ieder geval een financiering onder. En dat kan een interne zijn of een externe financiering, net een beetje hoe dat het werkt. Maar dat is altijd een beetje een balancering van kosten en risico. Ben je bereid zelf als organisatie veel risico naar je toe te halen? Ja, dan ga je veel meer dingen zelf doen. Zeg je, ik wil die risico's allemaal niet. Ja, dan gaat het vaak naar off-balance. Als je het nog een tandje dieper wil zien, hebben we ook hier een keer een uitwerking gemaakt waarbij je zegt, is logistiek een kerncompetentie? Ja, dan zou het veel meer positief zijn om het zelf te gaan doen. Is mijn investeringstermijn korte termijn? Ja, dan wil ik me liever op de balans afschuiven. En zelfs binnen een bedrijf kun je daar differentieerd in denken. Hè, bijvoorbeeld Action, die hebben DC in Zwaagdijk eigendom. DC in Echt, zelf ontwikkeld en uiteindelijk verkocht aan een belegger. In Parijs, waar ze net toen opgestart waren, hebben ze gewoon gehuurd van een andere partij. Omdat ze het risico van de markt nog aan het inventariseren zijn. Dus je kunt ook daarbinnen verschillende keuzes maken voor ieder project wat je doet. Zit je in stabiele markten, kun je andere keuzes maken dan wanneer je in niet stabiele markten zit. Dus iedere keer die vinkjes zetten, helpt wel, of dwingt je in ieder geval over dingen na te denken. En dan ga je bouwen. En dan, het is wel een beetje onconventioneel, maar goed, het is op zich wel leuk. Maar dan probeer je vooral te kijken naar kosten. Goed definieert wat je ontwerp is. Gedurende de bouw dingen veranderen is altijd moeilijk. Dus zorg gewoon dat je aan de voorkant alles tackelt. Zorg dat je met elkaar een goed programma van eisen hebt. En zorg dat iemand op het budget let. En laat dat nou niet degene zijn die houdt van gouden kranen. Dus als je een vakidioot een bouwproject laat rijden, kansloos. Iemand die graag een mooi proces wil maken, die denkt niet meer na. Die wil gewoon per se dingen hebben. Dat zie ik ook met mechanisatieprojecten overigens. Als je per se mechanisatie wil, dan komt hij er, maar dan is hij altijd te duur. Dus je moet altijd challengen. Dus zorg dat daar een goede adviseur ook je gaat helpen. En let op de juiste details. Aanrijbeveiliging. Ik denk dat ik het tegen logistieke mensen niet hoef te vertellen. Aanrijbeveiliging is een dingetje. Bumpertjes, dokbumpertjes, die worden ook aan de lopende band afgereden als er veel Poolse chauffeurs komen. Eigen chauffeurs zijn er wat zuiniger. Kleur van de beplating, hele simpele dingen. Lichtbeleving in een gebouw is gewoon 10 keer beter. En het blijft ook beter schoon. Dus als je een hygiënefactor wil hebben, het zit vaak een klein ding. Het hoeft allemaal niet de wereld te kosten. En denk na over toekomstige flexibiliteit. Wat wordt mijn layout over 5 jaar? Kan ik het dan nog steeds aan? Wij zien veel mensen worstelen met, ik ga nu een gebouw neerzetten, maar kan ik het op termijn ook met mechanisatie uitvoeren? Kan je één ding zeggen, in de regel zien wij dat in alle gebouwen is mechanisatie in te bouwen. Als je maar gewoon goed nadenkt over logistieke stramine en logische stramine. Want uiteindelijk ook die systeemleveranciers, die willen graag systemen verkopen. En dat houden ze ook rekening mee met wat zijn de gebouwen die erin zitten. Plus dat je moet voorkomen dat je inderdaad wezenloze kosten krijgt als ESVR, sprinklers en hoogbouw en te hoog gaat zitten. Dus je moet wel heel goed kijken in dat soort elementen. Dan ben ik ongeveer bij stap 6. Dan zijn we er. Draait het gebouw, iedereen happy. En de komende 10 jaar hoef je mij niet meer te bellen. Dus dat is eigenlijk het verhaal. Dank voor je aandacht. Oké, dankjewel René. Mooi binnen timing, toch? Of niet, Harm? Zeker. Ik denk, ik zal even gas geven. Ik zag je vingertje. Ze begonnen daar ook al te applaudisseren bij diezelfde naast. Hoorde je dat? Dus was die dat hebben ook al meegeluisterd, denk ik. hartelijk bedankt. Mooi verhaal. We hebben nog tijd voor 1 vraag eventueel. Als er iemand een prangende vraag heeft. Zo niet, dan... Ik loop niet weg, dan, dus... Nee, je bent er even hier. Ja. Dus dat is het voordeel van een fysiek evenement. Dat had ik net ook al zei. Dankjewel nogmaals. Ik wil jullie...